DPG Media is een gigantisch bedrijf. Het betaalde in 2020 een omzet van meer dan 1,7 miljard euro en een netto-winst van maar liefst 178 miljoen euro. Nochtans heeft het een sterke poot in de klassieke media, papieren, kranten en televisie twee sectoren die momenteel zwaar onder druk staan. Hoe kan het dan dat dat bedrijf toch zoveel winst raapt? Simpel, die betaal jij. Dankzij vrijstellingen van belasting en andere gunstige constructies krijgen mediabedrijven 400 miljoen euro. En de krantenbedeling, 175 miljoen euro, die wordt ook betaald door de belastingbetaler. En alsof dat allemaal nog niet genoeg was, kreeg DPG Media van de Vlaamse regering ook nog eens een zak geld van bijna 1 miljoen euro erbij, die u ook betaalt voor een nieuw kantoor in Antwerpen. Met al die subsidies nam DPG Media de Nederlandse en Deense markt over en nu beginnen ze aan Wallonië met de overname van RTL. Betalen we daarvoor belastingen, zodat politici in ruil voor faveurs private mediabedrijven superwinsten kunnen doen bezorgen?